Dus zolang er kunstenaars bestaan, bestaat er armoede. Zou dat zijn? Ja. Fuchs die heeft een brievenboek. Daar komen iets van 300 brieven per dag in. Ja. En aan het eind van de week ligt er zo'n stapel, dat moet hij dan doorlezen. Dus dit is gewoon, ik kan het net zo goed meteen in de prullenbak gooien. Heb je een fax terug gehad? Nee, dat is dus nu al bijna 3 weken geleden. En nog steeds niks gehoord. Die hype van nieuw, dat is iets van, ik denk van alle tijden, dat het, de hang naar het nieuwe het meestal wint van de hang naar het ware, het tijdloze. Dit is een kunstenaar waar wij in Amerika niks mee kunnen doen. Dat geheel wordt gefinancierd door het ministerie van Cultuur. Het gaat toch om die student. En niet of ik nou een mooi bureau heb, ja of nee. Ik ben niet op zoek naar een hype. Als ik van de Rijksacademie af is, dan begin ik waarschijnlijk meteen die prijs te verdubbelen. We hebben ook gesproken over een bezoekerscrisis. Dus er is iets aan de hand. Duchamp zei al zo dom als een schilder. De steun van de staat voor jonge kunstenaars dodelijk is voor jonge kunstenaars. Als iets moet gebeuren, is er eigenlijk wel het afgezekerd worden van jonge kunstenaars door de samenleving. Mijn ambitie ligt daar niet. Tentoonstelling vind ik niet in eerste instantie leuk. Ik denk dat de bureaucratie en hiërarchie het overgenomen heeft van bezieling en muziek. Biennale had iets heel mooi klassieks vroeger. Ik heb hem nog meegemaakt voor het eerst in 1972. En toen was het dan bijvoorbeeld, voordat er dus tentoonstellingen van jonge kunst bij waren. Toen heb je Aperto gekregen, heette dat. En dat was in feite, was dat, om te beginnen al, dat was eigenlijk een alternatieve biennale. Want de echte biennale, dus deze, in dat park met die paviljoens. Een beetje lijkt het op een soort kerkhof met tombes. Hè. Het heeft ook een beetje die sfeer, zeker als mensen met je weg zijn. En dan heb je dus in elk land had dan zijn beroemde kunstenaar, een meester. Hè? Zo is het eigenlijk, dat was het idee. En dat vond ik eigenlijk altijd het mooiste. Hè? Dus Vedova, Tapies of zo, Karel Appel, die trouwens nooit geweest is. En toen veranderde alles. En plotseling zag je allemaal honderden jonge kunstenaars lopen. Maar dat was niet erg. Dat was prima. Maar wat erger was, ik zag honderden jonge galeriehouders. En je kon niet door Venetië lopen of zo, drukte allerlei kaarten en van, met jonge artiesten niet zo. En dat heeft de zaak enorm veranderd. Wat doet die biennale voor jonge wilden? Nou, zoals nu de zee van werkend arsenalen, dat laat ook veel werken zinken, denk ik. Ja, niet, ja dat denk ik wel. Vanwege de veelheid? Ja, vanwege de veelheid. En je bent toch geneigd als kijker om, als dan al dan niet bewust, om te vergelijken en in die vergelijking werk af te laten vallen. Omdat je toch niet alles kunt bevatten. Terwijl dat wat je af laat zinken naar de diepte helemaal niet afgezonken hoeft te worden. Als je het in een andere context ziet. Voor mijn gevoel heeft het alles uiteindelijk te maken met het vermogen lief te hebben en daarvoor open te staan. En dan wordt het ook heel erg moeilijk om te zeggen, dit werk is slecht. Of dat werk is belangrijk, of dit werk is goed. Wat een lariekoek. En dat is misschien het mooiste aan zo'n biennale. Je viert de verscheidenheid van de dingen. Vind je dat niet mooi? Dat is heel mooi. Jij bent een poëet, hè? Maar ik wilde deze gewoon voor in mijn eigen huis maken. Maar ja, ik had geld nodig en ik heb hem toen verkocht. Aan de ene kant wil Van der Ploeg dat commissies en raden meer uitgemaakt gaat worden door jongeren. Zodat jongeren hun stem kunnen laten gelden. En eigenlijk vind ik de tragiek hiervan dat hij als het ware achter de feiten aanloopt. Omdat in de beeldende kunst al jaren met name aandacht is voor jonge kunst. En you know, ik vind het een zeer geperverteerd woord en bijna decadent. Ik zou het zelf ook nooit willen hanteren. Het zegt me ook helemaal niks. Wat is jong? Iemand van 60 kan een heel jong werk maken. Ik heb genoeg jonge kunstenaars en zijn jonge kunstenaars. Die verschrikkelijk belegen, opbollige, bejaarde kunst maken. Mm-hmm. Ja. Is Daan van Golden een oude jongen? Absoluut jonge kunst. Zijn. Eigenlijk moet je zeggen, Daan van Golden die is ongeveer 7 jaar met een jaar of 50 ervaring zo in die sfeer. Ja, zoiets. Ja. Dus dat is echt een jonge wilde. Heb jij, is het niet allemaal ontzettend aanmatigend? Wat wij doen? Wat we doen. Nou,
Weet je, ik vind... Iedereen loopt hier een mening te hebben en zich te profileren. En wij doen daar nog een schepje bovenop als twee overgelopen dandies, zal ik maar zeggen. We hebben overal verstand van. Iedereen rekent je af op het slechtste wat je gezegd hebt en op dat. Daar ben je bang voor? Nee, ik ben er niet bang voor, maar ik weet dat het zo is. Met dat bordje moet weg. Ja, je moet er eigenlijk doorheen, maar vanwege de... Oh, er is ook... ja, vanwege de grote drukte van de eerste drie dagen hebben ze dat... Ze zijn als de dood dat het steeds beschadigd. Maar het mag enigszins beschadigen. Dat is onderdeel van het werk. Het werk, en ik krijg een, werk een ritueel aspect. Dat je doorheen gaat. Ik vind het wel een mooi werk, ja. Ja, ik kende het al van... Of dat is ontstaan in New York in 96. En ik heb... Toen had hij... De wand van zijn atelier was 10 meter lang, 4 meter hoog. Had hij die hele wand gemaakt met die babypoeder. En in die ruimte sliep ik. Dus daar heb ik een week tussen gelegen, tussen het werk. Ja, hier, als je hier zo naar binnen loopt, dan begint het al te ruiken. Hè. Dit is al een stuk beter. Het lijkt op een sculptuur. Dan moet je die daar. Nee, niet met de tv. Ik hou wel van die band, dat je zo vanaf het begin een band ontwikkelt. En dat de mensen eigenlijk... dat ik het voor hun op gang breng ofzo. Dat vind ik eigenlijk het leukste van het vak. Zo, dan is hij echt zo omgevallen, zeg maar. Maar ja, misschien is het ook een beetje flauw. Ja, maar eens kijken straks. Dus dat hele prille begin, dat vind ik... dat je iemand bij wijze van spreken aan de hand meeneemt en zo geleidelijk aan de kunstwereld binnenvoert. En als dat dan succes heeft, ja, dat is het mooiste wat je als galerieorder kan overkomen. Ja, ja, ik zie heel veel, dus ik zie ook... Ik zoek meer iets van iemand die wat oorspronkelijk is. Dus dat je ziet, als ik al het gevoel heb van dat ken ik al of dat doet me aan dat of dat denken, dan dat is gewoon een seconde, zie je dat, bij wijze van spreken. Dan loop ik al voorbij. Er moet iets zijn wat mij verrast, dat ik denk... die opent bij mij iets of zo, dat is het meestal. Daar ga je over nadenken, van wat is er aan de hand? En dat soort mensen, daar ben ik eigenlijk naar op zoek. Een paar mensen zijn uitgenodigd om hun werk te laten zien. En een verzekeringsbedrijf, een zorgverzekeraar die... Even een nieuw interieur en er hoort nieuwe kunst bij. En zo meteen komen zij langs. Toch te ver, kut. Goed. Als we zouden zeggen, we maken prachtige muurschildering, vonden ze ook zo'n bedrijf, een park, in ons eigen interieur, maar we willen een mooi roze ochtendlicht, dan zou ik ja zeggen, dan wordt het misschien helemaal niet roze ochtendlicht, maar heb ik hier van die muurschildering gemaakt. Oh, dat vind ik echt verschrikkelijk. Ik vind dat in die opleiding waarin de studenten toch maar 3 jaar de tijd hebben om zichzelf te ontdekken en hun mogelijkheden te leren kennen, om in die periode dan ook nog het bedrijfsleven binnen te halen, dat vind ik echt helemaal verkeerd. Ik weet niet, het leek me gewoon zo leuk. Ik dacht overal zouden wel twee kinderen in de hoek kunnen hangen. Of zo. En ook, het was niet mijn bedoeling dat die ene zou huilen in eerste instantie. Het is even mooi in de picture staan, maar daarna ben je naam kwijt, want je presenteert je niet optimaal. Mag ik me vragen wat je dan... Ik ben laatst, een paar jaar geleden, gecommitteerd geweest in Arnhem. Nou, daar kwamen we iemand tegen waarvan we dachten, dit is groots talent. En het eerste wat we allemaal zeiden in de examencommissie was, de eerste 3 jaar nog niet exposeren. Maar in september, volgend op zijn eindexamen in juli, had hij al 3 exposities af te doen. Talent is schaars. Dus wij zitten in een hele goede positie dat we streng kunnen selecteren. Ik denk dat het voor de mensen die op dit moment in musea en galeries op zoek zijn naar dat talent, dat ze bij wijze van spreken heel snel al iemand oppakken om hem naar binnen te halen. Ook omdat natuurlijk het aantal plekken waar werk getoond kan worden, vergeleken bij 20 jaar geleden, gigantisch gegroeid is. In de jaren 60 waren er misschien 3 of 4 galeries, maar we hebben nu 400 galeries in Amsterdam. Ik zal niet zeggen dat ze allemaal even interessant zijn, maar
Dus de concurrentie ook op die markt is heel erg groot geworden. En ik denk dat mensen heel snel hun kans pakken. Ik ken een aantal kunstenaars die met de open ogen in alle valkuilen en eigenlijk alle verlokkingen lopen. Hè, die dus zichzelf overpresenteren of aan een hele grote vraag tegemoet willen komen. Maar dan hun niveau niet meer halen, hun zelfkritiek misschien wat laten verslappen. Dus daar is heel veel verschil in. Kijk, de kunst is natuurlijk om eigenlijk te vinden de balans tussen druk van buiten en het behouden van je eigen wereld. En ik denk dat je dat het beste in de praktijk kan uitoefenen door die druk ook mee om te leren gaan. Dus als er hier mensen zijn die tentoonstellingen en dergelijke hebben, dan heb je hier het voordeel om vooraf en na afloop te kunnen kijken van wat heb ik gedaan, wat heb ik goed gedaan, wat heb ik daar verkeerd aan gedaan. Waar ben ik als het ware, misschien heb ik te veel van mijn vrijheid weggegeven. Maar er is natuurlijk geen betere leerschool dan de combinatie van de praktijk en dit soort onderzoek wat je kan doen met collega's, jonge collega's, maar ook met ouderen. Hoe je nu de zeer kerk kunt verrijzen. En dan zie je die mensen daar staan te pissen s'avonds. Je ziet eigenlijk heel veel tentoonstellingen die vanuit een soort van thema gemaakt worden door een curator. Dan worden eigenlijk kunstenaars gevraagd om zo'n idee eigenlijk bijna te illustreren. Mm-hmm. Die zetten dan een werkje neer en dan zijn je klaar en dan gaan we weer naar de volgende tentoonstelling. En dan langzamerhand of zo kan je eigenlijk je cv gaan opwerken en dan kun je misschien een heel geweldig succesvol kunstenaar worden. Maar ja, waar gaat het dan uiteindelijk om? We maken dat ook mee, dat mensen inderdaad op een goed moment dat bestaan niet meer aankunnen. Stoppen met leven, ophouden. Het is me nogal wat kunstenaars bestaan. Ik denk, het ene moeilijkste beroep is denk ik architect. Wat die allemaal niet moet kunnen. Maar daar is tenminste nog iemand die vaak nog wat aan je vraagt. Maar als kunstenaar, wat je allemaal niet moet kunnen, zeg maar emotioneel, intellectueel. En dan moet je notabene nog de vraag ook regelmatig aan jezelf stellen. Ik zou mijn bed niet uitkomen. Erik van Lieshout is een Nederlandse kunstenaar, woont in Rotterdam. Hij heeft 2 jaar in Berlijn gewoond en gewerkt. En werd in Berlijn eigenlijk heel erg geconfronteerd met zijn eigen werk. Omdat zijn werk werd in Nederland eigenlijk heel goed ontvangen altijd. En toen hij in Berlijn kwam en daar zijn werk toonde, kreeg hij heel veel kritiek. Omdat mensen heel erg op de inhoudelijke kant van zijn werk ingingen. Terwijl hij het gevoel had dat er in Nederland veel meer aan voorbij werd gegaan aan die inhoudelijke kant. Ja, dit en ik en dit. Ja? Moeten we een beetje temmen, hè? Huh? Heb je een doekje hier? Ja? Nee, dus wordt er nog erger. Hoezo? Nu gaat hij weer allemaal langs. Ja, hij moet gewoon eventjes iets uit. Ja, ik kan het ruiken voor. Ja, ik hou. Het is zo lekker. Snap ik absoluut niks van. Vind ik echt, ik wil niet zeggen aanstellerij, want het zal wel ergens verdienen, maar ik snap hier dus helemaal niks van. Nee. De juryleden zijn aangenaam verrast door de energie en kracht die het werk van Erik van Lieshout uitstraalt. Ze zijn onder de indruk van de frisse mentaliteit en de nieuwe benadering van de schilderkunst die uit het werk van Lieshout naar voren komt. Graag overhandig ik Erik van Lieshout de tweede prijs van 20.000 gulden en de bijbehorende penning. Prederom is op zich bullshit natuurlijk, hè? Want kunst is geen wedstrijd. Never, nooit. Maar je doet toch mee vanwege de publiciteit en vanwege het geld. Ik had het toch natuurlijk anders willen doen, want ik heb uiteindelijk mezelf toch te veel in een jury-ding geplaatst.
Op een gegeven moment had ik foto's hier hangen aan tekeningen en ik heb toch gewoon gedacht van oké, het is schilderkunst, haal die fuck shit eruit, die tekeningen en die foto's. Dat maakt het alleen maar moeilijk voor die jury, dus haal die eruit. Dat is natuurlijk belachelijk. Je moet altijd bij jezelf blijven, dat is heel erg belangrijk. En daarmee ben ik een beetje, ja, dat is gewoon stom. Hey, je moet hier even kijken, hè. Je moet nu met die camera daarin. Ja. Zie je het? Krijg je een beetje scherp? Kun je misschien hier komen, als je wil? Deze video heb ik in Berlijn gemaakt. En toen hebben we met z'n drieën, met z'n vier, met z'n vijf, hebben we in één dag een video in elkaar geknald. En die begint nu. Raad eens zoveel als ik geworden ben. Eerste! Doeken van Slaughter Slijfwit laten voorstellingen zien van vrouwenfiguren die herkenbaar, maar niet direct realistisch zijn en een suggestieve, erotische lading hebben, zo zegt het juryrapport. Maar ja, ze vonden mij het beste. Sommige mensen zeiden tegen mij, als je die prijzen gaat uitreiken, dan zou je die wel het leukst vinden, want het werk is zo pornografisch. Ik vind dat niet. Je hebt zelf ook gezegd dat de thema's van het werk gaan eigenlijk meer over de verhoudingen tussen de genders, tussen de seksen. Het gaat over thema's als macht en liefde. Je hebt het ook eerder gehad over dat je geïnspireerd wordt door het werken aan je lichaam. Dus ik heb ook al een discussie over jouw werk gehad. En mooie kan het niet met een aantal ambtenaren van hoe je met het werk zo om moet gaan. Nu was ik net heel erg geïnspireerd omdat ik toevallig net uit Florence kwam en daar die enorme beelden zag staan. En dat ik dacht, wow. De eerste prijs van 40.000 gulden en de bijbehorende penning. Je haalt zo'n kunstenaar dan naar voren in de schijnwerpers. En het hangt een beetje af van het medium natuurlijk waar je voor schrijft. Maar als het een groot medium is zoals waar ik voor schrijf, een grote krant, dan legt dat een enorme belasting bij zo'n kunstenaar. Dat wekt de indruk dat hij buitengewoon belangrijk is. Dat iedereen dat werk moet gaan zien. En dat is een druk die jonge kunstenaars niet onmiddellijk aankunnen. Misschien kan G. Karel van der Sterren alvast even naar voren komen. Dan kan ik hem toespreken terwijl hij naast me staat. Dan weet hij ook over wie we het hebben. Vind je dat niet altijd? Als ik terug kan spreken, dan Mag je dadelijk ook spreken. Ik ben niet tevreden. Want je legt altijd je doel hoger. En gezien ik niet de eerste prijs heb, is dat natuurlijk zo, ja. Maar dat is een principe kwestie. Je moet nooit tevreden zijn met dat wat je hebt. Maar dan, ja, dat ben ik ook niet met schilderijen. De jury vindt Van der Sterren's benadering van het schilderen nieuw. Sommige juryleden beschouwen de vaak botsende kleuren, de niet op elkaar aansluitende beeldelementen en het gebrek aan een samenhangende compositie. Je zou denken, het zal je maar gezegd worden, de jury vindt dat sterke elementen in zijn werk. En zo is het. En bij deze overhandig jullie de penning. Heel hartelijk bedankt. Ik had de prijs gekregen. Ben ik op vakantie gegaan, toen ben ik teruggekomen. En toen dacht ik van, ik had er eigenlijk een beetje een kater aan overgehouden. Toen Paul Kleeman de eerste prijs tekende, Prix de Rome, won, toen zat hij daarvoor eigenlijk zijn dromen te tekenen op een zolderkamer. Het kan haast niet mooier in Utrecht. Toen hij de Prix de Rome won, heeft hij diezelfde avond een vriend gevraagd, wil jij voor mij de telefoon oppakken? Zodat tegen de mensen die belangstelling uiten wel aardig gedaan wordt. Want ik breng dat zelf niet zozeer op. Maar bescherm mij ook en help me om mijn eigen ruimte te houden. En dat is natuurlijk een hele slimme om als het ware een heel dun, halve doorlaatbaar wandje neer te zetten tussen jezelf en die buitenwereld die soms wel eens op het gênante af probeert binnen te dringen. Het werk moet zich allemaal nog bewijzen. Je loopt ook het gevaar als aankomend kunstenaar dat je heel snel een hype wordt. Dat mensen denken, oh, daar moeten we bij zijn, dat is belangrijk. Maar dat het dan, als het eenmaal op je top zit, dat het dan ook weer
meteen weer verdwijnt. Want een hype is gedoemd om zijn tegenwicht te kennen. Ik ken een aantal kunstenaars die heel erg wel overwogen met hun succes omgaan. En die dus ook zich heel goed bewust zijn van de valkuilen waar ze kunnen lopen. Ik vind dat Robert Zandvliet het heel erg goed doet. Dat is een hele jonge schilder die eigenlijk al jaren geleden ontdekt is door alle musea. Die al een hele grote overzichtsentoonstelling in het Stedelijk Museum in Amsterdam had kunnen krijgen, wat hij heeft afgezegd. Die heel veel aanbiedingen heeft gekregen. En waarvan hij zelf zei, nou daar ben ik nog niet rijp voor. En ik wil dat ook in de tijd rustig uitzetten. Toen ik op de academie zat, was ik heel erg gebiologeerd door fresco-schilders, Italiaanse fresco's. En je gaat eigenlijk een beetje door die tijd. Op een gegeven moment kwam die 17e eeuw, kwam die landschapsschilderijen. Weet je, Velasquez en Hercules Segers. En dat vind ik nog steeds mooi. Maar op een gegeven moment ga je ook weer door en dan ga je weer andere dingen waarderen. En dan had ik bijvoorbeeld het moment dat ik opeens geïnteresseerd was in Polke of geïnteresseerd was in Daniels. En dat blijft, weet je blijft altijd wel omdat je zelf in een bepaalde soort ontwikkeling zit. Op een gegeven moment zie je bij een bepaalde kunstenaar weer iets wat je zelf kunt gebruiken of... waar je opnieuw vorm aan kunt geven. Weet je, iemand die de ogen opent om een stapje verder te doen. Of een stapje naar links of naar rechts. Binnen je eigen ontwikkeling dan. Vroeger had je de avant-gardistische stromingen. En in de 50er jaren, bij Zandberg, weet je, die had een soort interesse voor moderne kunst. En die begon avant-gardistische stromingen op te pikken. Normaal duurde dat 50 jaar of 100 jaar voordat die mensen dan een keer in het museum kwamen. En toen is er vanuit de museumwereld en vanuit de galeriewereld en conservatoren, die hebben ze min of meer, ja, niet echt besloten, maar zo van, dat jonge kunst avant-gardistische kunst is of nieuwe kunst is. En dus die mensen die in het museum terechtkwamen, werden steeds jonger. Dus, en ja, ik zit toevallig in die tijd, dus daar kan ik ook niks aan doen. Een onbekend genie bestaat niet meer, hè? Zoals bij Van Gogh vroeger, dat je dat niet weet. Ik heb laatst ook al gezegd in de krant, Als er vanmiddag iemand twee prachtige doelpunten maakt, een Braziliaans jongetje op een schoolveldje bij Sao Paulo, twee schitterende doelpunten, dan weten ze dat over een uur bij Ajax. Hè? Dat jongetje er is. En zo is het de kunst ook. En daar werken dit soort organisaties als de Biennale aan mee. De meeste mensen proberen materiaal naar hun hand te zetten. Dan krijg je allemaal kitscherige dingen. En zij maak je gebruik van die vloeibaarheid van het glas. En die vloeibaarheid gebruikt ze ook binnen haar werk. Dat vind ik de kracht bij haar werk steeds. Dat ze de kwaliteit van het glas, dat ze dat volledig tot uitdrukking laat komen. Hoe vond je het dat je daar... Nou, dat was fantastisch natuurlijk. Ja, dat is geweldig. Ik was al heel vaak geweest. En ik heb ook heel erg waardering voor de kunst die daar te zien is. En sowieso die Biennale vond ik altijd een geweldige plek. Vooral ook de Aperto, die er altijd bij georganiseerd werd. Die buiten tentoonstelling, zeg maar. Ik merkte dat ik me daarna ook wel wat teruggetrokken heb. Dat ik eerst dacht van, eens eventjes kijken van waar ik zelf was gebleven. Of wat ik daar nou mee wil, of hoe ik daarmee verder wil gaan. Dat heeft in mijn werk ook wel, dat was niet altijd even makkelijk. Want je kunt ook zeggen van, ik heb het gehad, weet je, dat is klaar, dat kan ook. Nou, ik denk, iedereen is dat zo, als je zo'n groot gebeuren, als je daar meedoet. Ja, dat is een droom en dat is altijd. Ik denk, daar heb je daar veel hogere verwachtingen van dan wat het uiteindelijk oplevert. Als het niet gaat, dan neem ik zo weer mee terug. Jij mooi ja, goed, maar dat is mijn keuze. Andere dingen. Dat vind ik ook over die andere mensen weer mooi vinden. Maria. Maria, mag laat eerst een glaasje zien. Water? Mag jij een glaasje water, natuurlijk. Eerst plaats heb ik een schema meegenomen. Wil je in de microfoon praten? Ja. Eerst plaats heb ik een schema meegenomen en dat hangt daar aan de muur. En zeg je, is het niet te zien? Ik zal even globaal zeggen waar het midden staat, de cirkel, dat staat in mooi. En daaromheen staan alle dingen die mooi zijn. Nee hoor, er staan dingen die daar mee te maken hebben. Of die ermee te maken hebben, ja. Oké. Vertel. En
Want ik kwam erachter dat het praten over mooi of de beleving daarvan, dat dat geen lineair... Ik denk dat het goed is om aan zo'n discussie mee te doen, omdat het confronterend is. Omdat het ze dwingt om te formuleren, om hun ideeën duidelijk te maken. En de frustraties die ongetwijfeld er ook bij moeten, dus bij zullen zijn nu, omdat het niet helemaal gelukt is, dat is alleen maar zinvol, denk ik. Het moet toch doorgaan dringen in de Nederlandse kunstwereld. Dat het belangrijk is dat kunstenaars kunnen praten, dat ze hun ideeën kunnen verwoorden. Ja, ik vond het echt vreselijk. Ja. Ja, ja. Dat er publiciteit komt, is, ik denk wel dat dat goed is, maar of dat via zo'n forum moet, dat denk ik niet. Ik denk niet dat ze daar beter voor worden. Nee, ja. Het probleem is vaak met de kunst dat een kunstenaar die past in een tijdsbeeld en dat wordt opgepikt. Maria, dat is toch iets tijdlozer, denk ik. En daardoor is het niet direct een hype. Over 2 jaar is dat weer voorbij, is weer iemand anders. En zij is wel iemand die steeds doorgaat, wat kwalitatief heel goed is. Ja, het is een andere kant. Ja, het is een andere kant. Ja. Dat kan voelen hoor. Ja, hier. Ja, dat is eigenlijk nog mooi. Ja, Maria, dan moet die sneeuwman niet weg. Dat gaat heel andere kant op. Ja, ik dacht hier zo. Het is. Al die macho's, hè? Al die mannelijke beeldhouwers. Ik bedoel dat zij dat voor ons heeft genomen, toch? Voor die intentie van extortion en terrorism? Ja, volgens mij wel. Als directeur van musea komt hij wel af en toe kijken, ja. Vaker dan de meeste directeuren, denk ik. Zie je, als je echt professioneel bent, dan kom je dus een kwartier voor de opening. Dat weet Fons. En Fons? Maar ik heb geen cash, ik heb geen contanten. Maar goed, we spreken nog wel eens een keertje met Fort K. Hey, ciao, daar. Tot ziens. Beste groetjes aan Marie. Ja. Ik hoop dat Job het goed vindt, zo. Ik heb het zelf een beetje. Een zwaar geheim, dit. Als ik hier iets heel raars doe en ik zeg er verder niks bij, maar ik zeg wel dat het kunst is of iemand anders zegt het voor mij en ik zet dat op een marmeren sokkel bij wijze van spreken, ja, dan is het automatisch. Ja, dat is nog iets anders. Doordat het Nederlandse kunstenaar, het Nederlandse kunstbeleid daar zo weinig aandacht voor heeft, zie je dat de Nederlandse kunstenaars ook niet verbaal begaafd zijn, zou ik zeggen. Ze ontwikkelen geen manieren om over hun werk te praten. Maar je moet het wel doen, want we leven in een klimaat, een Nederlands kunstklimaat, wat zo doortrokken is van de taal, domweg omdat die kunstenaars subsidies moeten aanvragen. Ze moeten hun startstipendium aanvragen, ze moeten hun werkbeurzen aanvragen, hun reisbeurzen enzovoort. Dus het is een heel bureaucratisch systeem waarvoor ze steeds moeten uitleggen wat voor soort werk ze maken. En wat zie je dan? Dat ze een taal gebruiken die helemaal is toegesneden op dat ambtelijk jargon en op die kunsttaal. En het is niet om aan te zien. Het is onbegrijpelijk. En daardoor wordt het allemaal heel hermetisch en allemaal heel dicht. En ik denk dat heel slecht is voor de kunst zelf uiteindelijk ook. Het onderwerp is volstrekt abstract geworden. Hè? Dat is letterlijk die projectie van het idee, het concept van het landschap. En daarbij kiest hij dan landschappen die een totale non-status. Het is iemand die precies weet wat hij moet doen om op dit moment een succesvol hip kunstenaar te zijn. Een uitgesproken negatief over dit werk. Ik vind het allemaal gebaseerd op hele flauwe vondsten.
illustratieve verdubbelingen. En ik heb ook het gevoel dat bijvoorbeeld zo'n transformatie van een object tot verpulverd materiaal getoond tussen twee glaasjes, dat is een ontzettende enkelvoudige verbeelding, vind ik. Nu al 20 jaar van mijn werk, zonder uitkering of subsidie of zo. Voor mij is het altijd van belang geweest dat er een verband bestond, een rechtstreeks verband tussen wat ik deed en wat me dat bracht. Ik ben er altijd blij mee geweest, omdat ja, je kan wel zeggen dat je iets mooi vindt, maar als iemand zijn beurs trekt, dan wordt het toch menens, vind ik, en dan verruil je iets. Stedelijk Museum, dat is heel bijzonder. Dat is een tentoonstelling, daar is de lucht al een jaar of 15 zwanger van. Ik heb me daar altijd graag op verheugd, omdat het Stedelijk Museum, museum van de avant-garde en traditie in die richting heeft. En daar zijn er niet zoveel van in Nederland. Misschien zelfs in Europa niet. Ik ben er niet zo heel erg in thuis, ik heb me nooit veel bezig gehouden met de kunstwereld. Ik heb altijd maar gewerkt. Soms vind ik het heerlijk, maar soms voel ik me opgelaten met het predicaat kunst en kunstenaar. Maar ja, het is gewoon niet anders. Dat is wat ik doe en dat is waar ik van leef. Hoe is het met die aardbeving in Duitsland? Oh, dat gaat tot nu toe goed. Daar heb ik een mooie presentatie van gemaakt. Als het apparaatje werkt, dan zie je zo die grondschudder. Zeg maar de traditionele manier van herinneren, dat wordt gegenereerd door monumenten die over het algemeen een voorkomen hebben. Dat bestaat uit een beeld of tekst. En het leek mij wel mooi om aan te sluiten bij dat archeologische idee dat de geschiedenis zich in de aarde ophoudt. En als dat een hele heftige geschiedenis is geweest, zoals de Tweede Wereldoorlog was, het leek me wel aardig om dat middels een aardbeving kenbaar te maken. Ik heb die aardbeving gemaakt en een hoop mensen vinden dat leuk. En ik heb dan helemaal geen zin om de aardbevingmaker te worden. Ik vind het veel leuker dat ze me uitnodigen, omdat ze denken, nou die haast die kan wat. En voor hun iets anders laten maken of bedenken of ontwerpen. Nee, maar ik werk zonder galeriehouder. Dit is mijn galeriehouder. Ja, het is heel trouw. Hij zegt niet veel, maar hij is wel trouw. Een tentoonstelling in New York hoeft niks te betekenen, maar op dit adres daar ben ik echt heel erg content mee. Dat is een zeer goede galerie. Hij maakt prachtige boeken met de kunstenaars met wie hij samenwerkt. Dus ik geloof dat hij heel veel kan betekenen om het werk van Robert verder te brengen dan wij dat zouden kunnen van hieruit. Wij hebben ook de afgelopen jaren van verschillende mensen uit Amerika interesse gehad. Niet dat ze zo concreet waren dat ze meteen zeiden, we willen een tentoonstelling doen. Maar ik geloof niet dat wij zo'n hele Amerikaanse markt zouden kunnen bestrijken. Dat ambieer ik eigenlijk ook niet, dat kan niet. Wij hebben ook uit kunnen leggen dat ik dat in ieder geval stapje voor stapje wil en niet in één keer. Nou ja, om het dus te voorkomen dat het een hype, want een hype is iets wat mij betreft heel kortstondig duurt. Maar dat je dat langzaam uitbouwt. Weet je, dat je van Nederland zo langzaam, weet je, Oostenrijk, Wenen, zo, weet je, dan Duitsland, Frankrijk, dat zo stapje voor stapje gaat. Ik vind het ook heel knap hoe jij, terwijl ook die mensen drukken er ook wel veel druk op je uit, dat je ook voor gekozen hebt dat je altijd werk in je atelier wil houden. En dat je niet als op vraag, er moet nu zoveel werken komen en er moet ik zoveel gaan maken, dat je die situatie niet wil raken. Wij maken dingen mee, hebben ook dingen meegemaakt de afgelopen jaren van mensen die we helemaal niet kennen, die opbellen. En die zeggen ja, dat ze wel een paar grote schilderijen willen hebben van Zandvliet. En dan vraag je zo voorzichtig, hoe heeft u het werk leren kennen? Waar heeft u het gezien? Dan hebben ze het niet gezien, maar hebben ze er alleen van gehoord. Nou, dat hadden we er al mee.
nooit met jou naar Venetië moeten gaan. Nee, nee, dat is het punt. Hè. Het is allemaal heel besmettelijk. Kunt ze als jat en hoofd van elkaar, vind je niet? Ja, wat ik leuk vond is dat ik naar het einde toe meer naar jou neig en jij misschien een beetje meer naar mij. In de zin van... Ik ben een volstrekte poëet aan het doen. Terwijl ik nu ieders rugnummer weet, ja. Ja. Het wonderlijke is dat je erg geconfronteerd wordt met, laten we zeggen, de perceptiekans van de kunst. Waar ik me helemaal nooit mee bezighoud en ook nooit mee bezighouden heb. Zeg eens inderdaad, er bestaat een publiek, er bestaat een kunstwereld. Voor mij vond het machtig interessant om dat een keer van zo dichtbij mee te maken. Maar vind je dat niet een beetje naïef van jezelf? Omdat ja, ik ben hartstikke naïef. Je bent godverdomme 40 en nou kom je er eens achter dat er een publiek is waar je rekening mee kan houden. Nee, rekening mee houden, dat, nee hoor, het bestaat. Ik vind het mooi om het een keer te zien. Maar het is wel een beetje een bezoek aan een dierentuin, dat gevoel heb ik wel. Ja, zoals je weet kent succes vele vaders, ook moeders. En iedereen wil daar natuurlijk op dat succes graag meeliften. Die willen daar geweest zijn, want stel je voor, je zegt al in het jaar 2025, weet je nog, die tentoonstelling van Zandvliet toen dat begon in New York. Die en die waren er toen en de kunstcritici van dan schrijven over de mensen die hem toen al hebben ondersteund. Oh nee, het moet zich natuurlijk nog bewijzen en het moet ook nog de mogelijkheid hebben om te veranderen als hij wil, te experimenteren. Dus dit kan nu heel erg populair zijn in zijn werk, maar je kent ook uit de geschiedenis. Kunstenaars die veranderen van stijl of andere experimenten aangaan, die misschien veel minder populair zijn of misschien een minder groot publiek zouden trekken, die er voor een aantal intimi belangrijk zijn. En ik denk dat wat is gemaakt, het is natuurlijk ontzettend moeilijk, juist voor zo'n jonge kunstenaar, om het gevoel te hebben, ik sta nu op een topje van een berg. Nou, wat kan je nog doen? Dan kun je drie keer omdraaien en dan gaat het weer naar beneden, de andere kant. Wij tonen het werk van Michel hier omdat het naar onze mening uiterst bijzonder is, want volkomen op zichzelf staand en ongevoelig voor wat toevallig in de mode is. Ik ben een kruising tussen Jack Nicholson en Cat Weasel. Zie je het wel, denk ik. In veel gevallen een van welhaast schrijnende schoonheid getuigend voorbeeld van een harmonieus samengaan van beeldend vermogen, geluid en beweging. Nou, ik ben ambulant als het ware. Ik ben een beetje zenuwachtig, maar ik ben verder wel heel... Het gaat heel goed allemaal. Ja, ja, mijn pillen op tijd nemen en zo, dan lukt het wel. Een beschrijving van de werking van zijn meest recente beeld, het danspaar, hier in het Stedelijk Museum voor het eerst getoond, mag dat illustreren. Na een impuls van buitenaf voltrekt zich het volgende. Vanuit de kleine figuur in de rechterhand van de vrouw, een sterk verkleinde kopie van de grote zwarte gestalte die haar bij de bovenarmen vasthoudt, klinkt dat. Als jij hem een beetje kan tegenhouden, dat hij in ieder geval niet wegglijdt. Pas op, niet hier tegen u, niet hier tegen u. Oké. Dat is zo mooi als je zo lang dat ding in huis hebt gehad en je ziet hem ineens ergens anders. Het is net als je altijd voor jezelf zou koken en iedere keer in de keuken aan het aanrecht het opeet, terwijl je ook de tafel kan dekken. En het ziet het smaakt toch anders. Heb je die nieuwe danspaar gezien? Ja, ben je goed of mag ik het voor je aanzetten? Nee, ik moet afzetten een afspraak. Mag ik het je ooit laten zien? Volgende week. Je weet dat ik helaas niet ben. Ja. Dat is lang geleden. Is dat, ik heb ook hier gezegd dat ik er niet zou zijn op 6 september. 6 november. Ik heb het over de afspraak kunnen over een ietsje verschuiven. Nee, dat komt niet. Maar ik heb een museum ingericht in Wenen. Dat is al anderhalf jaar geleden afgesproken, dan moet ik dus heen. De opening is vrijdag.
ben benieuwd wat je profiel. Maar ik zie dat je bent er volgende week over eens kijken. Sterker dan mij. Sommige kunstenaars worden heel jong gevraagd voor het Stedelijk Museum. En hoewel dat een enorme sprong voorwaarts lijkt te zijn, en dat is het dan ook, heeft het tegelijk een enorm remmend effect op het vervolg. Omdat als je eenmaal in het Stedelijk geweest bent, dan zullen andere instituten in Nederland niet zo gauw dezelfde kunstenaar weer vragen. Omdat ja, hij is eigenlijk al op de hoogste plek die je in Nederland voor kunt stellen geweest. En sommige kunstenaars zijn dan ook weer zo verstandig om een tentoonstelling in het Stedelijk te weigeren, zoals Robert Zandvliet dat bijvoorbeeld gedaan heeft. In principe is het natuurlijk prachtig om een tentoonstelling in New York te hebben, maar het hangt ook af van de plek waar de tentoonstelling is. Want je kunt, ik ga nu een heel flauw voorbeeld geven, ook een tentoonstelling hebben hier in een lokale galerie of café of kappers, zoals je dat ook in de Nederlandse situatie kunt hebben. Het is natuurlijk leuk om daar je werk te laten zien, maar het zet niet veel zoden aan de dijk. En zo heb je ook nog een hele hiërarchie binnen de galeriewereld. Vervolgens natuurlijk hangt het er ook vanaf hoe zijn tentoonstelling aanslaat. Want als de Amerikaanse of New Yorkse kunstwereld er sceptisch of afwijzend op reageert, dan is het niet erg waarschijnlijk dat er een vervolg plaats zal vinden. En als dat er niet is, dan is het een eendags avontuur geweest. Wel een heel belangrijk avontuur, maar dan dooft de vlam snel. I don't know if a young artist can handle all this. I certainly think Robert can. Why do I think that? It's a feeling, it's a sense of his understanding the difference between being in a world which demands the pressures, which asks the questions, which forms the critiques. There's a sense, knowing him and speaking to him and being with him, that he can go back into his studio and be his own. I invited Robert to come to New York and spend a month here and work with a printer, Maurice Sanchez. The uniform of the artist. So, this is a collector's item. Yeah. I teased him. I told him, I said the Museum of Modern Art wanted it. What I was so surprised at is that he was so mature and so focused and still being a very young artist. Because usually young artists that come in and do two or three things, then they kind of like, they get tired and they get anxious and stuff. And Robert just like, as soon as we would finish printing something, I'm ready. You know, it's like boom, 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 you start working again. So it was really fascinating. We basically fed off of his energy. That was the end of the day, you know. Last print. Maar zij is, er is een heel nieuw procedé wat ik daarvoor ontwikkeld heb. Dit is een soort wrapping wat ik gedaan heb. Ik heb een beeld geboetseerd en daarna heb ik dan een plakband ingewikkeld. Ontzettend sterk en het weegt niks. Dus het gevolg is dat zij heel licht is, maar heel sterk. Nu is hij nog even nadenken. En daar houdt hij ook voorlopig niet meer op. Dit blijft hij, dat vind ik zo mooi. Het zijn overwegingen die hij heeft. Zo zie ik het dan. Dat kan je wel, dat je zo denkt, dat kan je wel hebben. Echt een prachtig beeld. Het is een van zijn laatste beelden. En ik heb ook een beetje van de wording ervan in zijn atelier meegemaakt. Maar ik vind het echt geweldig omdat het perfect uitstraalde, tot uitdrukking brengt de volstrekte idiotie van onze maatschappelijke omgeving. En de wijze waarop de poëzie in ons leven steeds meer het onderspit moet delven. Amerika, althans New York, is misschien niet
de plek waar de beste kunst gemaakt wordt. Maar het is wel de plek, en dat geldt niet alleen voor beeldende kunst, waar de beste kunsten verhandeld worden. Ik bedoel, dat is, klinkt een beetje erg commercieel. Verhandeld betekent ook niet alleen een commerciële zin, maar ook dat mensen dingen kunnen leren kennen. Dus een tentoonstelling van een Nederlands kunstenaar op een goede plek in New York is enorm veel waard. Als die ongelooflijke hebberigheid van al die collectioneurs te groot wordt, en het zou ontzettend veel Nederlanders zouden dat werk willen kopen, hij moet ten eerste de hoeveelheid kunnen maken en ten tweede moet die prijs natuurlijk reëel blijven in zijn oeuvre. Want als hij nu al met woekerprijzen zou gaan beginnen, wat moet hij dan vragen als hij straks 40, 50, 60 is? Er zijn allerlei mensen die toevalligerwijs in Amerika zijn voor deze tentoonstelling. Die dus het combineren met allerlei andere dingen. Want don't be too eager, dat is natuurlijk ook al enigszins verdacht. Een van de verzamelaars is Otto Schaap. En die is echt, die heeft een ongelooflijk goede collectie. Die volgt de jongen echt overal waar hij gaat. Dus die heeft in ieder geval gisteravond een optie genomen op een van die monoprints. Beren die doet de verzameling van Peter Stuyvesant nu. Ik denk niet dat hij over Zandvliet voor hun volgt. Maar hij informeerde wel voor een andere collectie. De collectie van het AMC, die wilde ook graag nog een Zandvliet. Dus die spreiding houdt de galerie goed in de gaten. En dat is nu dus aan de hand met die internationale spreiding. Nederlandse verzamelaars mogen de monotypes kopen, maar niet de schilderijen. Ik heb nog nooit zo'n kater gehad als na een stedeling. Echt waar? Het zou eigenlijk bedoeld zijn een reeks te worden van tentoonstellingen. Ik had 10 jaar niet meer tentoongesteld, maar echt tot hier zat die hele... Een dierbare schoonbroer, Raf de Haas, die heeft mij eens in het begin verteld, daar heb ik heel veel van geleerd. En een van de dingen die hij me in het begin zei, dat was hoe dichter je bij wat ze succes noemen komt, hoe harder het begint te stinken. En dat is erg genoeg helaas waar. Maar als jij zegt hè, dat de kunstwereld rot is, heb je dan ook het gevoel dat er iets mankeert aan jouw werk als kunstenaar, omdat je een podium nodig hebt? Je maakt kunst omdat je... Dat is niet een beroep. Je kan dat... Dat is een verdoven, een verslaving. Ik kan het niet nalaten. Maar ik kan ook niet... Yes. Ik wou werkelijk dat ik tuinman was geworden. Of chirurg. Of kwantummechanicus. Ja. Maar daar ben ik dan emotioneel te veel betrokken bij de dingen die ik waarneem. Nu, terwijl wij hier gezellig aan het causeren zijn, verzuipen de lui in Mozambique. Moet je eens kijken hoe godsgruwelijk lang dat geduurd heeft, voordat er eindelijk eens een helikoptertje omhoog ging. Terwijl een maand lang een Boeing voor Pinochet heeft staan wachten. Aan raison van $50,000 per dag. En godverdomme, ze moeten helemaal... Nou, dan ga ik dan nog leuk een schilderijtje of een beeld maken? Nee, dat is het dus niet. Ik ben gewoon compleet van binnen... beschouw mijn lijf als een bal gehakt met allemaal vorken erin, zo voel ik me ongeveer, ten overstaan van de wereld. Terwijl ik zelf diep gelukkig ben. Begrijp je? Ach, man, lul. Ja, je hebt zo'n je werkt een soort Ja, het gaat heel goed met de Nederlandse kunst. Heel lang is er al over geklaagd van Nederland presteert internationaal weinig. En de laatste 3, 4, 5 jaar... zie je echt een aantal kunstenaars die zo rond de 40 zijn, of dat jongens is de vraag, maar in ieder geval die rond de 40 zijn, echt doorbreken. En daar volgt nu een groep onder die wat jonger zijn, waar de verwachting is dat het daar eigenlijk ook wel goed mee gaat. Ik heb een paar Amerikanen gesproken, omdat het toch wel een beetje een invasie van Nederlanders was. Dat vind ik heel gezellig. Maar ik heb het idee dat het op... Ja, naarmate de avond voordat dat er meer Amerikanen kwamen. En ik heb van Pieter, de galerie, hadden gehoord dat ze over het algemeen behoorlijk enthousiast waren. Maar ja, wat dat zegt, ik heb geen flauw idee. Ik wil niet rondlopen als een gefrustreerd iemand, maar ik wil wel kunnen zeggen wat ik kwijt wil. Ik wil wel dat als ik 5 weken moet wachten tot Fuchs mij een antwoord geeft of die een beeld waar ik ziel en zaligheid in heb gestoken wel of niet wil kopen, wil ik tegen iemand zeggen, ik vind dat niet eerlijk, ik vind het onbeleefd, ik vind het de grenzen van het betamelijke overschrijden. Weet je, zijn zo van die dingen, het is maar allemaal zo Hollands, begrijp je wat ik bedoel? Thank you.
It's the rat race. Ja, dat is heel erg. Ja, zelfs kippen toch?